Goedemorgen mensen. Het is 8 uur 's ochtends. We gaan terugvliegen. We hebben vertraging van 1,5 uur al. Ja, we gaan lekker ontbijten op het vliegveld. We worden opgehaald door de taxi. En ja, mijn koffer gaat met moeite dicht. Dus onze vlucht is bijna 2 uur vertraagd. We zitten hier bij Tim Hortons. Meen om haar. En ik moet morgen weer vliegen. Lekker man. Ik ben benieuwd. Onze gate staat er ook nog niet op, dus we kunnen überhaupt nergens heen. We hadden 2 uur vertraging, daarna gevlogen en daarna even gestopt bij het centraal station en even wat gegeten en dan nu eindelijk thuis. Ik ben bezig met de bloemen opnieuw water geven, want die hebben natuurlijk geen nieuw water gehad. En zowel buiten en binnen. En dan moet ik uitpakken, weer inpakken voor morgen, want ik ben maar 24 uur in Nederland. Daarna vlieg ik morgen door naar Polen. En dan ga ik naar het dorp waar ik vandaan kom om bij mijn moeder op bezoek te gaan. Het is vandaag moederdag, dus ik ga. Ik heb al een zo'n souvenir voor haar gehaald in Valencia. Maar misschien even wat kopen op Schiphol, zoals ik daar tijd voor heb. Dus ja, dat is de planning nu. Dus ik ga uitpakken, inpakken, even douchen en dan gaan we lekker eten. Ik heb zin in een salade, dus even kijken. Wat ik heb gekocht in Valencia. Deze heb ik als cadeau gekocht. Zo'n koffiebeker met een lepeltje. Vond ik heel schattig met Valencia dingen erop. En dit is wat ik voor thuis heb gekocht. Ik ga het even openmaken. En dit. Hele leuke kom. Het is maar €12,50. Ja, hij is gelukkig niet gebroken. Daar was ik wel bang voor. Maar hier kan je dus fruit of zo in de hand doen. Vond ik wel leuk staan.
We zijn weer thuis van het eten bij Allure's. Ik ga nog even verder inpakken. En dan vlieg ik morgen weer naar Polen. Of weer. Morgen vlieg ik weer. Dus ja, ik ga alvast de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken en te commenten. Comment achter te laten. Ja, en ik zie jullie morgen. Doei doei!